Ja, in de expositie zou je dus zien hoe het een en ander in elkaar zit. Wat er allemaal gebeurd is die afgelopen jaren. Ook van de recente jaren, niet alleen maar historisch. En zoals u weet hebben we een hele commissie heeft gezorgd dat er bij iedereen in de bus in Eersel een jubileumkrant van Conor Moore verscheen. En van de jubileumkrant wil ik dan toch een stukje laten voorlezen uit het verleden. Een stukje wat Joker Maree gemaakt heeft. En Joker Maree heeft gevraagd of iemand anders dat kon voorlezen. En Ineke Brouwer wil dat graag doen. Dus Ineke, hierbij het woord aan jou. Toen het koor echt een gemeente koor werd, meldde Mindelau zich als eerste getrouwde vrouw. Ja, een koor zonder vrouwen. Dat kan niet, hè? De repetities in de Brink werden uiteraard geleid door Piet van Roerkamp. Mappen hadden we toen nog niet. Tijdens de repetitie werd de muziek uitgedeeld door Han van Roerkamp. Dat is een dochter van Piet. Na de repetitie moest alles weer worden ingeleverd. Ook contributie. De contributie was eerst 5 cent, later 10 cent. Daarna 25 cent per week. Ook werd onder de repetitie, dat werd ook onder de repetitie opgehaald. Iedere partij had zijn eigen collectant. Wie dus denkt dat hun koor alleen maar zingt, heeft het goed mis. Soms is het heel hard werken. Geschreven door Joker Maree. Dit is een anekdote geschreven door een van de koorleden die we jullie niet willen onthouden. En de titel is Het Krantje. Het gebeurde tijdens mijn eerste bijeenkomst nadat ik me had aangemeld als lid bij Conor Moore et Aninger. Een van de zangers kwam net voor de repetitie naar mij toe en vroeg, zeg, lig jij al op het biljart? Huh? Pardon? In een flits gingen mijn gedachten terug naar de tijd dat ik jong en onbedorven was. In een plaatselijk café belandde ik in al mijn onschuld in een toestand van lichtelijke beschonkenheid op het biljart. Tja, je bent jong, hè? Het viel uiteindelijk reuze mee. Maar ja, zo'n vraag leidt de mensen onbewust naar het verleden. Terug naar het biljart en de harde werkelijkheid. Vanuit mijn ooghoek zag ik wel 20 grijs getinte leden over het biljart hangen. Sommigen lichtelijk duwend en graaiend met de handen, ondertussen iets van sorry mompelend. Ik werd erg nieuwsgierig wat er zo al te beleven viel op dat groene laken. Toen ik me eindelijk eens onder die kluwe armen doorgewurmd had, werd het mij zonneklaar. Hij bedoelde krantje. Niks ordinairs, niks frivols of wat dan ook. Gewoon een krantje. Liggend in rijtjes met een kleurige, mooie en degelijke kaft. En de naam van elk lid daarop keurig vermeld. Mijn naam zat er niet tussen. Geef niet, zei diezelfde zanger. Ik heb er altijd wel één bij me voor als je niet op het biljart ligt. Dankjewel, Lisbeth. Het laatste stukje dat is wel in het krantje geplaatst. En ook toch wel vrij actueel. En dat heet Veel te gezellig. En José Koert die zal haar eigen stukje dan voorlezen. De gezelligheid staat voorop natuurlijk, stelt hij ook wel eisen. Maar de gezelligheid iedere week en zo tussen in de pauze en na de repetitie. Het is gewoon veel te gezellig bij Conor Moore. En wij slaan dan ook eigenlijk bijna geen enkele repetitie over. We zijn er bijna altijd. Het is gewoon veel te gezellig. Ja. Dank u wel, Anne-Jan. Dank u wel ook, Ineke, Lisbeth. Laatste woorden van José. Ik denk dat dan het moment is om de zang eraan toe te voegen. Vooral bij het laatste woord. Bij Conor Moore. Bij Conor Moore.
Ja, kom omhoog. De familie Woerik. Ik ben de teller van die familie. Dan staat er daar nog wel in de meer. En ik ben die teller die de verbinding brengt tussen de Goede Hoop en Kolomoor, waar vroeger ook was. Want zijn opa was dirigent van de Goede Hoop. En al mijn ooms en mijn tantes hebben allemaal in Kolomoor gezongen. Zo kwam ik ook op het moment dat ik hoorde dat jullie 80 jaar gingen vieren op het idee, zal ik eens in onze paas een archief gaan zoeken. Want ik denk dat ik daar wel iets in gevonden kan krijgen waar ook aan die 80 jaar herinnert. En ik ben tot een hele bijzondere conclusie gekomen. Kolomoor is eigenlijk helemaal geen vereniging, van oorsprong niet. Kolomoor is van oorsprong bezig geweest professioneel aan de gang te gaan. Die wilde de kost verdienen mee zingen. Ik heb daar serieus bewijs van. Er zijn ook gegarandeerd ook successen geboekt. Want welke vereniging hier in Eersel kan zeggen dat ze een gouden plaat hebben. Ik heb in het archief gevonden een gouden plaat. Dus een plaat die gemaakt moet zijn ergens tussen 1950 en 1955. Waarom? Nou, het lied dat erop staat, een wereldkraker, die is in 1948 gecomponeerd door Harry van Woerkum en de tekst is geschreven door Piet Quint. Ik wil graag uitnodigen de kersverse voorzitter van jullie eigen vereniging, Piet Lambrecht, samen met Marion Vlemmings. Die wilde allebei graag een kort woord tot u allen richten. Zoals afgesproken en ook een beetje naar de tijd kijkend, gaat de nieuwe voorzitter nog even plaatsmaken voor de oude voorzitter. En dan denk ik, Anne-Jan, dat je maar eens een klein beetje dichterbij moet komen staan, dat je daar maar eens niet, laat ik zo zeggen, helemaal achteraan moet komen staan. Zoals vandaag al aangememoreerd, kan een vereniging niet blijven bestaan zonder talrijke en bevlogen vrijwilligers. Mede daarom kunnen wij dit jaar wederom een jubileum vieren. 80 jaar, een koor, een doorsnede vertegenwoordigend van de Kempische bevolking. 80 jaar, samengevat in de zojuist, of zometeen, te openen expositie met hart en ziel.